Jan Veldhuizen rechts op de bank. De vervanger van Hans Kraaij tot aan het einde van het seizoen. Strijdend dus tegen de dijk, vechtend voor de laatste kans. En dat is duidelijk te zien in de openingsfase van de wedstrijd. Want de dijk wilde vandoor met El Idrissi. Goede paas. Dan de Tol er vandoor richting de goal van Schimmel. Goede paas, El Idrissi. En de redding van de keeper van FC Linde is de eerste waarschuwing voor de uitploeg. Een paar minuutjes later. Weer de dijk richting de 16 van Linde. Dit is Harry Zwarthoed. Die kijkt en draait en schiet. En doet dat in de korte hoek raak. 1-0. Een verrassende tussenstand, want de dijk op de 17e plaats speelt natuurlijk tegen Linde, dat 13e staat. En dus hoger, maar nog niet veilig. El Idrissi ziet aan de rechterkant Menzo komen. Die kan gaan voorgeven, kijkt goed. Wordt de bal laten lopen door Raaien en is het opnieuw Zwarthoed. En nu in de verre hoek. Raak, 2-0. En zijn zesde van het seizoen. Een bekeken schot, hij laat Schimmel kansloos. En zo wordt het steeds verrassender en moet Linde daar wat aan gaan doen. Een minuut later, een overtreding van Woudenberg. En scheidsrechter Gansner wijst naar de stip. Popalzai naar de grond. En de penalty voor Danny van der Meirakker. Die weer hoop kan geven aan Linde en dat ook doet. Onberispelijk hard, raak in de hoek, 2-1. En dan is er nog van alles mogelijk. Toch, weer een minuut later. Het ene hoogtepunt na het andere, want dit is Harry Zwarthoed. En zo maak je een doelpunt. Zo maak je een hattrick. Zo maak je het af. 3-1. Fantastisch gedaan. En de schoenen worden daar maar even voor gepoetst. Door Tony Tol. Schitterend doelpunt. 5 minuten voor rust. El Idrissi met een prachtige beweging. Waardoor hij zichzelf vrij speelt. En Harry Zwarthoed zijn vierde kan maken. Tellen kan hij. Maar scoren nog beter vanmiddag. 4-1. En dat allemaal in de eerste helft. En dit was een makkelijke. De tweede helft. Moet Linde dan. Het kan niet anders. Goeie voorzet op Van der Meirakker. De aanname is goed. En het afmaken ook. 4-2. Kan het dan nog? Het is vroeg in de tweede helft, dus waarom niet? Dit is in ieder geval nummer 21 van het seizoen. El Idrissi. Geeft hem af. Raaien. Goeie voorzet. Harry Zwarthoed. Kan het dan ook nog nummer 5 worden? Nee. Schimmel op de lijn. Houdt nog steeds hoop in de harten van FC Linde spelers. Met nog een half uur te spelen. Bellassan, een van de invallers met een schot naast. Maar in ieder geval wel de kansen voor FC Linde in de tweede helft. In de blessuretijd lijkt de hoop vervlogen. En moet Bendadi nog maar een keer voorgeven op Lukili. En Lukili kopt hem ook over. De oudspeler van de dijk baalt en ziet dat zijn ploeg verliest. Dat komt eigenlijk door maar één man. Deze Harry Zwarthoed, de held van de dag.